Journalist en programmamaker Lucien Pinas is vandaag op 68-jarige leeftijd overleden. Pinas werkte voor Apinti Radio en TV. Collega's reageren geschokt over het plotselinge heengaan van de mediaman. Hij is thuis overleden. Pinas heeft tot het laatste moment zijn krachten gegeven aan diverse radio- en tv-reportages. Inmiddels is zijn heengaan ook bekendgemaakt op Radio Apinti en onze nieuwsdienst condoleert de familie van Pinas, het mediabedrijf Apinti en de samenleving.